Mijn naam is André Maaskant. Ik ben cliëntvertrouwenspersoon wet zorg en dwang. Ik ben niet in dienst van zorgpartners, maar in dienst van de stichting Zorgstem. En toegewezen aan zorgpartners als de cliëntvertrouwenspersoon voor deze instelling. Ja, de essentie van de WZD is dat onvrijwillige zorg niet toegepast mag worden tenzij het nodig is om ernstig nadeel te voorkomen. De vragen waarvoor mensen een beroep op mij kunnen doen liggen vaak op het vlak van de beperking van de bewegingsvrijheid, dus dat ze niet zelf naar buiten mogen. Of dat ze niet hun leven in mogen richten op de manier zoals ze dat zelf willen. En de wet geeft ook bijvoorbeeld aan dat onvrijwillige medicatie een reden is om de wet zorg en dwang toe te passen. En dus ook aan te geven dat mensen een beroep op een cliëntvertrouwenspersoon mogen doen. Ja, mijn rol als cliëntvertrouwenspersoon is om cliënten bij te staan die op de een of andere manier onvrijwillige zorg ervaren. Dan hoeft het nog geen eens zo te zijn dat die onvrijwillige zorg ook echt de bedoeling is van de instelling. Als cliënten het zo ervaren, dan kunnen ze al een beroep op mij doen. Ik ben partijdig aan de cliënt. Dat wil zeggen dat ik het standpunt van de cliënt probeer te vertegenwoordigen, woorden te geven. Ongeacht wat ik er zelf van vind. Een ander voorbeeld is dat ik cliënten ondersteun bij het vinden van een oplossing voor de door hen ervaren onvrijwillige zorg. En dat kan bijvoorbeeld zijn dat ik met de cliënt meega naar een gesprek met de afdelingsmanager of de hoogste baas van de zorgpartners. En als dat allemaal niet tot oplossingen leidt, dan zou ik de cliënt ook nog kunnen begeleiden naar de onafhankelijke klachtencommissie onvrijwillige zorg. Ik vind het mooi om cliënten bij te staan die zelf niet goed voor hun belang op kunnen komen. Om op die manier toch een beetje hun vrijheid terug te geven. Cliënten kunnen mij bereiken door mij te bellen of door een e-mail te sturen. Het e-mailadres is, als het goed is, op elke afdeling aanwezig. Er liggen flyers waar dat op staat en ook op de website van Zorgpartners is dat te vinden. Daarnaast zal ik alle afdelingen waar mensen met een psychogeriatrische aandoening verblijven, één keer, nou op zijn minst één keer per half jaar, persoonlijk bezoeken om mezelf laagdrempelig bekend te maken en om bekendheid te geven aan mijn werk als cliëntvertrouwenspersoon. Mijn oproep aan cliënten en hun vertegenwoordigers is om niet met vragen te blijven zitten, maar altijd een contact met mij op te nemen. Domme vragen bestaan niet. Ik ga overal op in en zal serieus het gesprek met u aangaan.